Dit is een ongelooflijk boek, Leerschool van Tara Westover. Ik kan niet begrijpen dat ze bij De Wereld Draait Door niet, boekenpanel niet meteen heeft geroepen. Dit is fantastisch, dit is het, moet je lezen, dit is ongelooflijk. Het is het verhaal van een meisje die bij de mormonen opgroeit, dus in een mormoons gezin. En die zich daarvan losmaakt, heel langzaam en met heel veel moeite. Haar vader is een soort mens groothandelaar. Die doet in allerlei rare ijzerwaren. En daar gebeuren ook voortdurend de vreselijkste ongelukken mee. Die worden allemaal heel precies beschreven in het boek. Verder is het een groot gezin. En die Tara Westover, die heeft een broer. Dat is een pure sadist. Echt een afschuwelijke man. Een soort Peter Madsen. Die zijn zusjes terroriseert en ja, verschrikkelijk behandeld. En daar schrijft ze ook heel beeldend en precies over, maar zonder veel rancune. Dat heeft ze erg goed gedaan. Naar school gaat ze niet. Scholing krijgt ze niet. Dat hoeft helemaal niet bij de mormonen. Dat kun je veel beter gewoon thuis geven, scholing. Dus ze werkt zichzelf helemaal op. En dat vind ik ongelooflijk en bewonderenswaardig. Ze ziet er dus kans toe om echt te studeren, om een universitaire opleiding te volgen en ook naar Engeland te gaan en daar verder te studeren, terwijl toch die familie van haar, die mormoonse familie, op alle punten tegenwerkt. Want ja, ze moet toch eigenlijk gewoon een bruid worden. Dat mormoonse geloof heeft natuurlijk één mooie kant. Je mag daar als man meerdere vrouwen hebben, althans. Het gebeurt in werkelijkheid niet, omdat dat dan weer bigamie is in de Verenigde Staten. Maar na de dood krijg je toch een heleboel leuke vrouwen tot je beschikking. En daar is deze Tara Westover ook erg tegen. Ze zet zich niet echt af tegen dat geloof. Ze beschrijft het ook niet als iets afschuwelijks, hoewel het volgens mij iets vreselijks is, dat mormonendom. Maar dat vind ik wel heel goed van haar. Ze blijft juist heel objectief en heel precies. Geeft heel, ja, heel mooi weer hoe zij hieruit is gekomen. Hoe ze onvermijdelijk een breuk heeft moeten forceren met haar ouders. Dat kon niet anders. Die bleven die jongen, die broer, die sadist, maar de hand boven het hoofd houden. En daardoor eigenlijk is de breuk ontstaan. Maar ze beschrijft het allemaal zonder rancune. Maar ja, het is wel ongelooflijk. Wat een verhaal, zeg. Dat moet je toch maar allemaal meemaken.